Nogmaals, welkom iedereen bij het beleidsforum over het verzameldecreet omgeving van dit jaar. Mijn naam is Katrijn. Ik zal jullie kort enkele praktische afspraken overlopen. Camera's en microfoons gaan uit. Dat is ook het gemakkelijkste voor iedereen om te volgen en voor de sprekers die later aan het woord komen. We zijn vandaag met heel veel om te volgen, waardoor dat we geen vragen in de chat kunnen zetten. Vandaar dat we een andere oplossing hebben gezocht. We gaan werken met een Google Form. Je ziet op de slide een QR-code. Als jullie die scannen, komen jullie op een vragenformulier, waar dat jullie dus drie vragen kunnen invullen, telkens ook met indicatie van het thema waarvoor het gaat. Deze QR-code zal open blijven tot deze namiddag 2 uur. En dan zullen wij die vragen hier intern bekijken en gaan beantwoorden. Let wel, gaat het over een dossiergebonden vraag, zal er geen antwoord op gegeven worden. De vragen zullen wij verzamelen en de antwoorden zullen wij samen met de presentaties op de website van de beleidsfora gaan zetten. Jullie zullen daar na de presentatie vandaag of ten uiterlijk morgen ook een mail voor krijgen met de link daarnaartoe. Weet wel, afhankelijk van het aantal vragen zal de Q&A niet meteen daarbij staan, maar die zal zeker daarop komen. Dat houdt die website sowieso in de gaten. De agenda van vandaag, ja, het woord is nu al aan mij. Ik geef dadelijk het woord aan Wolfgang van de Vivre rond planologische compensatie. Daarna komt Stefan van Rossum het lokaal ruimtelijke vergunningenbeleid toelichten met de mogelijkheden die er zullen zijn rond vrijstellingen en meldingen. Daarna komt Veerle, die ons gidst door de verdere digitalisering op planniveau en de implicaties van het verzameldecreet op DSI. Vervolgens komt Truus met zonevreemde functiewijzigingen en de volume bij bouw of uitbreiding van een bedrijfswoning. En aangezien het gaat over een verzameldecreet, zijn er ook een heel aantal andere wijzigingen waar dat, ik nog even op ga terugkomen. De inhoud, ja, het is een verzameldecreet, zoals ik al zei. Er zijn 22 wetten of decreten die gewijzigd worden. Soms zijn dat zeer technische wijzigingen, soms zijn dat gewoon verwijzingen die aangepast moeten worden. Maar er zijn ook een aantal grotere inhoudelijke wijzigingen, vandaar ook het beleidsvorm van vandaag. Even kort de totstandkoming van dit verzameldecreet. Dit is op de laatste knip goedgekeurd geweest door het Vlaams parlement. Het is gestart als een initiatief van de Vlaamse regering. Dus er is een goedkeuring, eerste goedkeuring geweest. Er zijn adviezen uitgebracht door SARO, MINA, VVSG. Er is een tweede goedkeuring gekomen. En toen kwam het advies van de Raad van State niet. Wij wachten, wachten. Uiteindelijk kwamen de verkiezingen in zicht en hebben de parlementaire gedacht van de inhoudelijke elementen van dat verzameldecreet zijn desdanig belangrijk. We nemen hier een parlementair initiatief voor, zodanig dat dit nog tot stand komt bij de vorige legislatuur. Met het gevolg dus, als jullie bepaalde adviezen willen, die staan op de website van de Vlaamse regering. Het parlementaire dossier bevat die niet, omdat het vanuit de parlementaire is geïnitieerd. De 17e is het dan inderdaad door de Vlaamse regering afgekondigd. De 10e juli is het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, wat maakt dat het meeste zaken in werking treden 10 dagen na de publicatie. Uitzondering is een artikel rond het oppervlakte delfstofdecreet, de termijn voor de afwerking. Dat is retroactief van toepassing. Er zijn een aantal attesten rond asbest. Die treden pas volgend jaar in werking. Dus alle andere artikels treden in werking buiten het lokale vergunningensysteem, wat Stefan later nog gaat uitleggen, en de verplichting om DSI te gebruiken wat betreft de elementen van de complexe projecten, dus het voorkeur en het projectbesluit, en de works. Maar ik veronderstel dat Veerle daar ook nog wel iets over zegt. Wat betreft overgangsmaatregelen, er zijn voor 3 inhoudelijke zaken overgangsmaatregelen voorzien, voor de planologische compensatie, de afwerkingsregel en de wijziging van meldingen en vergunningen. Die zaken komen later nog aan bod.
Ik geef dadelijk het woord aan Wolfgang. Ik wil nog even herhalen, inderdaad, voor vragen dat deze niet in de Q&A kunnen, of in de chat kunnen gezet worden, maar dat er elke keer een QR-code gaat verschijnen die jullie gaat leiden naar een vragenformulier, om op die manier iedereen de kans te geven vragen te stellen. Wolfgang, het is aan jou.